In deze aflevering van Hardware Info TV, de HP EliteBook X360. Welkom bij Hardware Info TV. HP heeft een nieuwe variant in haar EliteBook-reeks. Het is de X360 en EliteBooks zijn natuurlijk traditiegetrouw een beetje de meest luxe zakelijke laptops van HP. En bij deze X360, om maar met het uiterlijk te beginnen, het ding ziet er inderdaad wel echt gelikt uit. Ja, het is echt een luxe laptop die bedoeld is voor grootzakelijke bedrijven. En eigenlijk voor mensen die zeggen van ja, ik wil eigenlijk alle zakelijke features hebben. Ja. En als ik heel eerlijk ben, hij is eigenlijk een beetje een head-to-head op de Surface Book. Waar de Surface Book eigenlijk niet die zakelijke features biedt die je in een bedrijf eigenlijk wel zou willen hebben. Zoals bijvoorbeeld fingerprint en bijvoorbeeld een smartcard reader biedt dit apparaat dat bijvoorbeeld wel. Ja, en zo'n smartcard reader en fingerprint, dat heb je gewoon in heel veel zakelijke omgevingen nodig om in te loggen, om op je domein aan te melden. Dat makkelijk zit er dus in te loggen, op. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, VPro is dan ook bijvoorbeeld een optie die er op kan zitten in bepaalde uitvoeringen en wat voor heel veel bedrijven ook gewoon echt een must is. Ja, en wat ook heel belangrijk is, hij is leverbaar met 4G. Dus dat betekent eigenlijk dat je overal kunt internetten. Kwestie van een simkaartje in de laptop doen en je kunt aan de slag. Ja. Dat is heel belangrijk voor mensen die echt overal moeten kunnen werken. Mensen die dus bijvoorbeeld consultant zijn of het op het een of ander gebied. Die dus op zoek zijn naar een laptop waar ze echt overal kunnen werken. Je maakt het vergelijk met die Microsoft Surface Book die we recent in Hardware Info TV hadden. Die begrijp ik ook wel. Want als je een beetje door je wimpers heen kijkt, ze zien er eigenlijk allebei even stijlvol uit. Ook dit apparaat heeft een mooi aanraakscherm. Maar waar de vergelijking toch echt mank gaat, is bij het feit dat je bij de Surface Book het scherm eraf kunt halen en als tablet kunt gebruiken. Dat kan bij dit apparaat niet. Nee, maar het is een X360, dus je kunt hem omklappen en zo als een dikke tablet gebruiken. Ja. Dus dat is lekker als je een beetje op de bank wil gaan zitten internetten. Ja. Maar je kan hem ook zo recht voor je zetten en dan bijvoorbeeld gebruiken om zo'n presentatie te geven. Dat werkt ook op zich allemaal hartstikke goed met het apparaat. En waar het vergelijk ook zit, is het feit dat HP ook een pennetje meelevert. Er zit een adaptertje bij waarbij je hem zo in het smartcard slot kunt steken, zodat je hem niet iedere keer kwijt kunt raken. Je kunt hem dus ook gebruiken om snel aantekeningen te maken. Als ik hier een beetje een gezichtje teken, dan werkt dat ook gewoon. Ja. Dus wat dat betreft eigenlijk al die pen features zoals we die kennen van de Surface Book. Ja. En ook de andere Surface producten zitten hier wat dat betreft ook gewoon in. En het is ook nog eens een keer een officiële Wacom pen met officiële Wacom software zit er gewoon bij. Dus dat werkt eigenlijk ook gewoon. Een ander niet onbelangrijk voordeel van dit apparaat is dat hij op zich vrij makkelijk open gaat. Dus je kan er nog eens een keer een andere SSD in stoppen. Je kan hem relatief makkelijk repareren. Ja. En daarnaast is hij ook wat uitgebreider qua aansluitingen. Zo heeft hij dus twee echte USB-aansluitingen, HDMI en ook nog een keer een Thunderbolt 3 poort. En die Thunderbolt 3 poort kun je gebruiken om een docking station aan te sluiten. Dat is handig als je op een werkplek aankomt en meteen wil verbinden met het netwerk, je monitoren, je toetsenbord in je muis en een kabeltje voor zou willen gebruiken. Ja, want traditiegetrouw hadden HP EliteBooks altijd zo'n proprietaire dock-aansluiting. Die is dus verdwenen, want met Thunderbolt 3 heb je dat ook allemaal met een heel klein stekkertje. En het is natuurlijk ook nog gewoon DisplayPort, dus je kunt het ook gewoon gebruiken voor je monitor en dat soort zaken. Ja, en je ziet dat ook de andere grote fabrikanten die overstap naar Thunderbolt 3 maken. Dat doet ook een Dell en dat doet ook een Lenovo. Dus dat betekent in principe dat je die docks ook onderling kunt uitwisselen. Nou, dan laten we de hardware specs eens even na gaan lopen. Laten we beginnen bij het scherm. Het is een scherm met, ik zou zeggen, een standaard Full HD resolutie. Maar van de andere kant op 13,3 inch is dat ook prima. Ik vraag me altijd af of waarom je zo heel veel meer zou willen hebben. Want op een gegeven moment wordt het allemaal wel erg klein. Ja, nou ja, kijk, als je zegt van ik zou echt gewoon heel gedetailleerd met foto's aan de slag willen, dan heeft dat wel een voordeel. Ja. In de rand van de monitor er zit ook een 3D-camera. Dus je kunt gewoon van Windows Hello gebruik maken als je dat prettig vindt. En kijk, dit is dan een configuratie met een i5 die VPro ondersteunt. Standaard de configuraties die in de handel verkrijgbaar zijn, die hebben een standaard i5 aan boord, 256 gig, 8 gig geheugen. Kosten ze rond de €1800 en zo'n €875 voor de variant met 4G aan boord. Ja, en ja, HP kennende is dit ding gewoon beschikbaar in ontelbare varianten. Ja, en als je zegt van ik heb speciale eisen, dan kunnen ze ook op maat samengesteld worden. Ja. Qua prijs is in ieder geval, om nog maar even één keer voor de laatste keer dat vergelijk met zo'n Surface Book te maken, qua prijs is het in ieder geval een heel stuk voordeliger.
soms ook al een beetje het gevoel dat Microsoft misschien wel juist die Surface Books relatief duur maakt om maar niet te veel te concurreren met hun partners. Dat klopt. En wat je dus ziet is dat deze rond de 1800 euro zit voor de 256 gig uitvoering. Waar je bij Surface Book zit je dan op zo'n 2000 euro. En de andere kant is natuurlijk dat je hier een zevende generatie Core i5 krijgt en bij de Surface Book nog een zesde generatie wordt toegepast. Voor zakelijk gebruik is natuurlijk één ding ook nog altijd echt van belang. Hoe lang doet hij het op zijn accu? En kun je 's ochtends in je auto stappen en naar klanten gaan en je adapter thuis laten? Ja, op zich kan dat. Hij houdt het zo'n 13,5 uur vol en dat is op zich een prima score. Omdat het gaat, hoeven we niet ontevreden te zijn over dit apparaat. Duidelijk. Tot zover HardInfo TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.